Nou, ga jij even je kaart plakken, maar gewoon. Ja. We gaan vandaag weer verder. We zijn hier 5 dagen geweest. Ja. We gaan naar Castellón de la Plana. En we gaan op het... tenminste op de buitenwijk, tenminste aan de havenkant. Dat heet Grao de la Plana. Grao de Castellón heet dat. En... ja, dat ligt ervoor, dat is bij de haven. Ja, staat er niet op. En dat is een mooi plekje aan het strand. Dus we gaan even kijken. Ja, daar zijn we al eens een keer geweest. Zijn we al eens geweest, ja. We hebben toen ook een dag of 4 gestaan. Ja, alleen het is geloof ik maar je beperkt tot 72 uur of zo, toch? Ja, maar we hebben er toen 4 dagen gestaan. Ja. We gaan die kant op. Jullie gaan het zien. Het is weer prachtig weer. Echt zonnetje schijnt volop. Ja. En ik heb de ramen schoongemaakt. Ik heb de spullen klaar liggen. Dus jullie gaan het verder zien. Alleen nog even je toilet doen, hè? Stroom eraf. Natuurlijk, stroom eraf, toilet. Ga ik even iets regelen. Oké. Okay. Nou, jullie zien het. Het is prachtig weer. En we gaan op pad. We gaan verder. Castellón de Plana, hier komen we aan. Jongens, ze zijn tuinafval aan het verbranden. Ja, daar. En het loopt helemaal van daar, helemaal naar de daar, tot aan die berg aan de kust. Zo rookt het. Ja, nee, daar moeten ze ook een vergunning voor hebben. Ja, vergunning. Moeten ze aanvragen en dan als bij een bepaalde wind, dan mogen ze branden. Ja. Tenminste, tuinafval verbranden, mag ik zo zeggen. Zien is de kust aan de andere kant, maar er zit een berg voor. Net zagen we een kijk, dat is de snelweg waar we net vanaf komen. Die gaat hier door en wij rijden hier. Zo. Oké, mensen, we zijn bijna op de kust. Ja, dit is eigenlijk de kustweg al. Hier rijden we naar de kust. Je mag hier 20 en jullie zien aan de linkerkant alleen maar hotels. Hotels, hotels, hotels. We moeten nog 6 kilometer. En ik denk dat het een 6 kilometer lange weg is, alleen maar langs de kust. Nou, ik hoop dan wel dat we een supermarkt tegenkomen. Oh ja, lijkt mij dan wel. Mensen die hier... over dag wonen, moeten toch ook eten en drinken, dus ja, ik denk het wel. Nou, Venta de Percella, dat is nog een perceel te koop, dus we kunnen daar nog een hotel neerzetten, jongens. Ja, er staan er al genoeg. Ja, er staan er al genoeg, ja. Van de weg, rechts afslaan. Ik kan het ook niet vinden. Ja. Plantjes krijgen nou al water hier zo. Rechts afslaan. Nou, hadden we net beter die andere afslag kunnen nemen net. Dat zei je vorige keer ook. Oh ja. Aan het einde van de weg, links afslaan. Oké.
ook wel. Links afslaan. Ja. Kijk hoor. Kijk, ik bedoelde dat met de sterrenwacht, met het planetarium. Planetarium. Met de neus zo staan, hè? Dus die kant gaan we staan. Nou, is zo. Wil je nog verder kijken of hier? Zal ik zelf even kijken of daar dat... Want je met de neus... Nee, we moeten aan die kant staan. Nou, we stonden vorige keer ook daar met ja, de neus. Ja, maar dan heb je die schaduw van dat gebouw, weet je nog. Nou, valt me mee hoor. Ik denk het is hier helemaal stampvol. Maar gewoon, we gaan wel daar staan. We gaan wel daar staan, naast die bellacht. Dan heb ik ook lekker dicht bij de wc's. Zo jongens, kijk eens aan. Wat een mazzel hebben we dat we hier nog een plekje hebben. Oeh. Ongelooflijk. Het is echt heel mooi. Ik ga het jullie allemaal nog even laten zien. Kijk, dat is het planetarium. En moeten jullie toch eens even voelen wat een weer het is. Het is gewoon heerlijk. Even op de handrem, even naar buiten. Ja, die staat er gewoon vast zeker. Ik weet niet, het is een Frans. Ah, oh ja. Nou, hey, er staan nog genoeg plekjes hoor. Ja, inderdaad, we hebben Marcel. Ja. Vind ik. Vind je ook niet? Ja. Hey, mooi hè? En wat een weer hè? Ja, heerlijk. Het is hier gewoon een paar graden. Ja, de zonnetje schijnt natuurlijk al wat langer. Maar... Het zonnetje gaat zo? Zo. Dus we hebben hem de hele tijd. De hele midden. Oh, hun gaan weg. Hier naast ons. Oké, jongens, we gaan even boodschappen doen. Even naar de Mercadona. En even broodjes halen, een beetje beleg. En nou ja, verder zien we wel. Kijken voor avondeten. Toch? Ja, ik heb een lijstje gemaakt. Oh, je hebt een lijstje gemaakt. Oké. Nou, hebben we hier bij de Mercadona hebben we eventjes boodschappen gedaan. Kijk, hele mooie winkel jongens, echt waar, prachtig. Heb ik ook een heel lekker broodje meegenomen, een bolletje uitgekozen. En, hè? Nee, we gaan die kant. Wacht toch niet? Oh, je moet oversteken. Ja, groen.
Zo komen we aan de achterkant aan. Zo. Nou, Margot. Ja. Viel mee, hè? 800 meter. Dat 800 meter. Kijk, jongens. Ik heb eventjes met een emmer met water, schoon water en de spolsie, heb ik eventjes alles een beetje afgenomen. Niet alles, want kijk, dat is nog steeds vuil. Dat maar is wel nog hier. Vuil? Kijk, daar had ik het nog even moeten doen. Oh. Ja, en daar ook. Nou. Hier, nou ja, goed, nou, dat is. Kijk nou. Nou. Maar kijk hier, de zijkant. De kasten, oh ja, en de velgen ook helemaal schoongemaakt weer. En dan heb ik ook, kijk, de achterkant even gedaan. Want er zaten hier eigenlijk vrij veel van die spreeuwenpoepen op. En ze zeiden al, als je dat laat zitten, dan krijg je van die gele vlekken erin die je er niet meer uit krijgt. Dus ik denk, hup, even doen. Kijk, zijkant ook weer keurig netjes. Velgen gedaan. Nou. Dus had ik eigenlijk even moeten filmen, maar ja goed, ik denk nou pas aan nou even een stukje gaan fietsen. Overtellen wat we gaan doen. Nou, eventjes naar de zee. Even de, ja, we willen even kijken of de zon in de zee gaat zakken. Maar ja, dat denk ik niet, want dan moet je nog even een foto gaan. Oh kijk, wacht eens, stop eens, stop eens. Kijk eens daar. Nou al. De maan, dus de maan die gaat in de zee zakken en niet de zon. De zon die gaat... Raar jongens, want bij ons dan gaat de zon in de zee onder en hier, kijk, gaat de zon aan de andere kant onder. Dat is toch raar? Voor ons is dat raar. Denk je nou dat in dat kraan hier zit? Nou, het lijkt wel een beetje. Moeten jullie je voorstellen, dus daar is des de haven. Hey, dit lijkt wel Noordzeestrand. Ja, ja, inderdaad. Oh. Ja. En daar is dus de haven. En daar, kijk, is heel wat toeristisch gebied. Allemaal hotels enzovoort. En kijk, er liggen daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hele grote vrachtschepen. Ja. Grappig. Het staat toch best wel windje. Ja, ik vind het fris hier op het strand. Ja, ja. De temperatuur moet nog even omhoog, jongens. We moeten nog iets verder zuidelijker. Maar we blijven hier in ieder geval een nachtje langer, hè? Toch? Nou, in ieder geval twee nachten voor. Hier heb je vier nachten. We zijn een paar keer die kant op fiets. Ja, maar dat gaan we nou niet. We zijn nou ook. Wat zeg je nou? Dat gaan we morgen weer even doen. Ja. Vandaag niet meer. Zeker. Je kan ook wel een beetje zien dat er veel wind staat, want het, toch kopt het een beetje, zie je? Ja, inderdaad. Maar dat was vanmorgen ook al hoor. Ja. Terwijl er niet veel, ja, je hebt aan zee altijd wind, maar het is niet echt dat je zegt van nou, er staat veel wind. Nee, het is niet storm zoals we van de week, dat ja. Hebben we nu al twee keer meegemaakt. Ja, wij zeggen elke keer storm, maar dan is het net stormachtige wind voor ons. Want 165 kilometer? Nee, 110 of 115. Nou. Dat is niet tegen op de fiets of zo. Nee, nee, nee. Nou kijk, maar. En daar staan we. Ja. En we gaan lekker weer terug. Was leuk. Kijk mensen, ik was eventjes die zo'n saladebak was ik aan het afspoelen bij die spoelstraat daar zo. En kijk, dan heb je dit achter en er zijn nou al die sportvelden zijn bezet. Dus die mensen zijn allemaal aan het sporten enzovoort. En wat je op de achtergrond hoort, ik zal even stil zijn. Kijk, dat is dus daar, is de zee en die hoor je. Dat is de zee? Ja, dat is de zee, ja. Zo. Ja, ik zeg net. En kijk, en daar is de maan. Volle maan? Nee, geen volle maan. Nou ja, bijna. Bijna volle maan. Maar kijk, ik denk, ik laat even zien hoe leuk het hier 's avonds is. Ja, ze zijn cultureel bezig hoor. Sport, ja, cultureel bezig. Ja, en alle campersplekken die zijn weer allemaal vol. Dus kijk, en de andere kant op. Ik zal het even laten zien. Kijk. Kijk, en hier staan onze Xinga trotters. Oh nee, lacrosse trotters. En die heb ik met een, kijk, met een staaldraad heb ik die vast aan mijn wiel gezet. Voor de zekerheid.
En oh ja, dat is heel leuk. Kijk, dit zijn ook Nederlanders. En die is een jong stel. En die kwamen hier ook staan en die komen eruit lopen en die zeggen, hey Engelen mag ook. En dat zijn Sandra en Peter. Sandra en Peter, ja. Nou, leuk toch? Kijk, en ik weet niet of ik het binnen kan halen hoor, maar het is wel echt grappig om te zien. Kijk. Nee, dat pakt hij niet. Dat is te ver weg. Kijk maar daar, waar die liggies zijn, die witte liggies, dat zijn schepen op zee. Ja, wachten voor de haven. Ja, wachten voor de haven.